Ik heb twee keer nu iets heel geks meegemaakt met drink. Oh jee. Maar echt heel gek. Uh-oh. Dus ik had gisteren had ik heel erg buikpijn. Zo'n buikpijn dat ik normaal gesproken een pil neem. Oh, en toen ging die aan je buik zitten en het was weg? Ja. Niet. Het was echt weg. Terwijl, normaal gesproken dan moet ik een half uur liggen, neem ik zo'n pil in. Ik ken die buikpijn. Ik heb die buikpijn namelijk vaker. Mm-hmm. Het was weg. En toen waren we aan het kletsen. En toen ging ik anders liggen met mijn hoofd. Dus ik verrekte ik mijn nek aan deze kant. Maar echt zo... Zo ja, echt. Ik zo van, ja, die, oh, kut, ja. Weet je, nou, ik moet een week met een sjaal rondlopen. Gadverdamme. En toen heeft hij zijn hand hier gelegd. En het was weg. En jij zegt dit tegen mij? Ik geloof er zelf niet eens in. Dag, meisjes. Dag. Tot zo. Zullen we het bankje gaan zitten? Is dit jouw pen? Nee, ik heb mijn pen al terug. Wat moet ik nou daarmee? Wat moet ik daar nou mee? Toegeven dat je verliefd bent. Ik heb het over gebed genezing. Jawel, dat is gewoon verliefd zijn. Nee. Je bent dus gewoon een beetje ondersteboven. Ik vind dat echt heel gek. Ik wil naar huis. Wil je naar huis? Ja. Nu? Ja, nu. Hoezo? Ik wil tot 3 dagen. Ik heb gewoon... Ik mis gewoon mijn stad. Ik mis het geluid van de tram. Ik mis brommers. Ik mis Amsterdam gewoon, denk ik. Of zo.